Omtzigt. Voorzitter, afspraak is afspraak. Dat kennen we bij de VVD. Nou wordt het CDA natuurlijk door de coalitiepartners op dit moment echt tot de millimeter gehouden aan de afspraak rondom stikstof. Mogen wij de VVD ook houden aan de afspraak rondom halvering van kinderarmoede? En als dat niet lukt, aanvullende voorstellen verwachten, zodat die niet oploopt van 100 naar 300.000 kinderen volgend jaar? Voorzitter, in het coalitieakkoord, dat zei ik ook in mijn eerste termijn, hebben we heel veel afspraken gemaakt. En het is aan ons allemaal om ons aan die afspraken te houden. Ons coalitie bedoel ik dan uiteraard. En alles op alles te zetten om ook deze ambitie, diep gewortelde wens van deze coalitie voor elkaar te krijgen. En we zien inderdaad in de cijfers van het CPB en de verhalen ook die daar in de media verschijnen, dat dit vraagstuk, die kinderarmoede, een serieus probleem is. Dat was het al, maar nu ook groter wordt. Dus in onze aanpak voor komend jaar, voor de komende periode, zal ook dit onderwerp onze aandacht hebben. De heer Omtzigt. Is die aandacht net zo hard als op de uitkomst gericht? Net zo precies als de aandacht voor stikstof, waar echt miljarden, bijna 25 miljard uitgetrokken wordt om een bepaald doel te halen, 74%. Bij de aanpak van kinderarmoede staat er 0 euro in het regeerakkoord. En wordt het doel niet gehaald, maar gaan we juist verder af van het doel. De kinderarmoede neemt toe van ongeveer 200 naar ongeveer 300.000. Het zijn bizarre getallen. Kinderen die thuis geen eten hebben, kinderen die thuis geen fatsoenlijk voedsel hebben of in de kou zitten deze winter. Maar mag ik ervan uitgaan dat er net zo hard daar gewerkt wordt en dat er ook eventueel daar geld voor beschikbaar is als er nu gewerkt wordt aan de stikstofdoelen? Of zijn de stikstofdoelen belangrijker dan kinderarmoede? Mevrouw Hermans. Voorzitter. Ik ga niet hier iets belangrijker maken. De natuur, de toekomst van de agrarische sector vind ik superbelangrijk. Net als dat ik het aanpakken van de kinderarmoede, maar in bredere zin de koopkracht, de stijgende kosten, wat mensen overhouden in hun portemonnee in het algemeen. Voor middengroepen, voor lage inkomens, voor iedereen in Nederland. En kinderarmoede hoort daarbij. Ik heb al eerder gezegd, vorige week een keer, dat zal ik ook hier benadrukken, de koopkracht, de problemen die mensen in hun portemonnee en met stijgende prijzen ervaren, daar zijn wij ook mee aan de slag en zijn we voor aan het werk. Dus die inzet geldt ook op dit onderwerp. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Epping, JA21. Dank u wel, mevrouw Hermans.